Dus welkom bij een nieuwe aflevering van Heel Goed in de Bak, Pastor Eriksie. Heel erg plezier, doei! Gaan we nou eindelijk maken vandaag? We gaan vandaag een overheerlijke Oreo-taart maken. Ja. En wat heb je daarvoor allemaal nodig? Nou, geen idee. Jawel, grapje. We hebben nodig 3 bakken Oreo's. We hebben 1,5 bak poedersuiker nodig. We hebben 350 milliliter slagroom nodig. Dus dat is niet uit de spuitbus, maar gewoon dat schenkslagroom. Dan hebben we nog 200 gram roomboter nodig. 4 stukken monchou. En dat is eigenlijk alles. Easy peasy, lemon squeezy. En hoe het allemaal moet worden gemaakt, dat zie je nu in deze vlog. Ja, wat moet er als eerste gebeuren? Wanneer je die Oreo's hebt, dan moet je ze even 1,5 pak verkruimelen. Ik had totaal geen idee hoeveel eigenlijk ik eindelijk verkruimeld heb. Niet heel slim, maar goed, we zien wel wat er van gaat komen. De boter, die 200 gram boter, die gaan we nu smelten op middelhoog vuur. Nou ja, je ziet, ik heb geen vuur, ik heb een kookplaat. Ik doe hem op 5 en dan gaan we daarmee aan de slag. Ja, de boter is nu ontzettend snel gesmolten en dat betekent dat we nu de Oreo dingen erin gaan doen. Dat 1,5 pak. Even kijken, ja, ik denk dat dit wel zou zijn. De boter moet helemaal worden opgenomen. Dus het wordt gewoon één druipige massa. Ja, nou jongens, 1,5 pak Oreo's is klaar. En dan gaan we hem nu in de bakvorm doen. Deze even verspreiden over de bodem. Dan gaan we hem nu in de koelkast doen om hem te laten opstijven. In deze Oreo taart komt iets meer Oreo te liggen, want ik was dom geweest. Ja, ontondom. Want ik had zeg maar alle koekjes al verkruimeld, maar boeien. We gaan dit nu het helemaal erin doen. In het mengsel van slagroom en monchou. Dit mengsel gaat in de vorm. Zo. Oh nee, dit is niet Lion King. We gaan hem in de koelkast doen. Nee, niet in de oven, want je kunt ook bakken zonder oven. Dus, we gaan hem nu in de koelkast doen voor 3 uurtjes. En dat betekent voor jullie over nu. Ja, want we zijn inmiddels 3 uur later of zo. 3,5. Nee hoor, grapje. Hij ziet er echt bijzonder uit. We gaan hem neerzetten en er hoeft nog maar 1 ding aan gedaan te worden. Echt, ik heb het nooit eerder gebruikt, dus ik weet echt niet of het goed gaat. Dit wordt spannend. Als hij inzakt, dan is het gewoon hartstikke fout gegaan. Hij is nog niet helemaal af. We gaan er in ieder geval even de Oreo's op doen. Je kunt natuurlijk ze helemaal erop doen. Of je kunt even aan de hakken gaan vandaag.
hakmes. Kijk aan voor je vingers. Want één keer vingers en het is overgebruikt, hè? Sluiten met je vingers. Hiervoor heb je natuurlijk een snijplankje nodig. Want ik moet bij de hand hebben. Hupsie. En gaan we eens even die taart versieren. Ja, en wat hebben we dan uiteindelijk voor iets lekkers? De Oreo-taart! Nou, vonden jullie dit een leuk filmpje? Laat dan nog even een like en een commentaar achter. En mocht je nog ideeën hebben voor een andere vlog, laat het rustig weten, ook in de commentaren, of stuur me een bericht via Snapchat of via weet ik veel wat. In ieder geval wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken. En ik zou zeggen, tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Heel Van den Dambakt, Pastry Editie. Doei doei!